Ik ben bij dokter Hammersbos in Onstwedde. En nou ja, het is haast. En ik zal hier dus een meid doen. Bessies, hier zo, die rode. En nou, dit is prachtig. Dit is mijn eerste stukje, lieve heersbeestje. Kijk, er zit meer hier hoor. Maar die schien hier die schien ook te overwinteren. En dat is natuurlijk een prachtige beestje. Dit is de kardinaalsmurs. En er zit een oude rol aan vast. Dat is een roze-rood blauwpie. En dit is de vrucht eigenlijk van die plant. Er zitten oranje besjes in. Het is giftig voor mensen, maar die vogels die vreten die besjes op. En die zorgen ook voor de verspreiding van deze plant. En natuurlijk kardinaalsmus dat ook op een... nou, op die kardinool, die vrouw zo'n muts op en door, het is precies deze verb. Het is een plant dat ze... Die takken deden ze ook nog wat meer. Wij voor de spoelen van spinapparaten werden gebruikt. In Engels uit ook spindeltree. Dat zal ik even een stuk... Dat is een vierkantige... stok is dat. Ik kan ook zo kijk, zit echt natuurlijk die streepjes die zo in door zitten. En die wij dus voor de spindeltree gebruikt. En dan zit hier nog een soort, dat is de hondsroos. En vandoor dat ik mijn grote kameroord Cesar ook bij me heb. De hondsroos, daar zitten rozenbotteltjes aan. Die stonden nou nooit meer in bleur, maar die rozenbotteltjes, is de vrucht van de hondsroos. En die hondsroos, die wij gebruikt. Kom eens. Die wij gebruikt tegen hondsdolheid. Ja, zoek. En als hij zo'n rozenbordeltje op bent, dan wordt er nooit hondsdol. Hoop ik.